Donna Summer en I Feel Love, toegevoegd aan de Himfinity-lijst. We moeten even iets gaan bespreken wat betreft een nieuw programma op RN7 Televisie, in ieder geval wat eraan gaat komen. Imke, een hele goede avond. Hallo, hey, hoi, ik ben Imke. Nou, dat is duidelijk. Hey, Imke. Ik had eventjes niet verwacht, ja. Hoi. Waar ben je? Nou, ik loop dus nu net naar binnen, want ik stond dus voor de deur, maar ik ben mijn sleutel kwijt. Dus iemand anders moest even binnen laten, dus ik zei hoi tegen jullie, maar ik zei ook tegen degene mijn huisgenoot dat ik hoi moest zeggen, zeg maar. Heb je gedronken, Imke? Heel saai. Wat zeg je? Heb je gedronken? Nee, nog niet eens. Ik heb nog helemaal niks gedronken en dat was nog niet. Je bent nu al van de kaart, inderdaad. Nou, dan wordt het gesprek alleen maar leuker. Want Rick, er komt iets aan, hè? Ja, Imke, wij zijn bezig met een nieuw televisieprogramma. Eigenlijk vooral jij. Jij hebt een heel leuk idee bedacht. En daar gaan we het heel even over hebben. En waarom, dat komen we zo op terug. Maar vertel eerst even kort waar het programma over gaat. Nou, het gaat eigenlijk, het is dus bijzondere bijtjes. En het gaat eigenlijk over mensen uit de regio die dus eigenlijk bijzonder zijn. Dat kan van model tot een opening zijn van een restaurant, tot iemand die bij de politiek zit of een bekende zanger, noem het maar op. En daar gaan we eigenlijk naartoe. En dan gaan we binnen een interview. Gaan we er een beetje achter komen, nou, wat is er, zit er eigenlijk achter deze persoon? En wat zijn voor nu de belangrijke dingen eigenlijk? Waar leef je eigenlijk naartoe? Wat maakt een bijzonder bijtje een bijzonder bijtje? Precies. Nee, op welke manier selecteer je mensen voor het programma? Nou, dat is eigenlijk best wel lastig. Maar nou, als eerste natuurlijk of diegene uit de regio komt. En daarnaast of diegene bijzonder genoeg is. Of diegene een bijzonder verhaal heeft. En het is ook wel heel erg leuk als er veel afwisseling is in het programma, zeg maar. Dus als we het de ene week over de politiek hebben. En de andere week hebben we het over een cabaretier, zeg maar. Dus, dat is toch hetzelfde? Ja, nou, ik nu ik zo over nadenk, ligt het eigenlijk heel dicht bij elkaar, ja. Ik vind Mark Rutte de grootste cabaretier. Nou, Rick. Nou, ja, zeg. Ik moest inderdaad wel heel erg lachen om het filmpje van hem gisteren, ja. Dat leuk. Hey, Imke, jij zit momenteel volop in het productieproces van het programma, zoals ze dat dan noemen. En je bent ook nog op zoek naar bijzondere mensen uit de regio, toch? Absoluut, ja. Nou, stel nou dat mensen zitten te luisteren die denken van, nou, ik ben bijzonder of ik ken mijn buurman, die is heel bijzonder. Kunnen ze zich aanmelden bij jou? Ze kunnen zich zeker aanmelden, ja, absoluut. Ze kunnen dan eventjes een berichtje sturen naar RN7 eigenlijk. Mm-hmm. En daarbij gewoon even je verhaal kort jezelf voorstellen of dus diegene die je in je hoofd hebt. En dan even het onderwerp beschrijven van, hey, dit is voor het programma Bezig Bijtjes. En dan ja, willen wij eigenlijk heel erg graag contact opnemen met de bijzondere bij uit de regio. Oké, ik heb wel een suggestie eigenlijk. Oh, vertel. Ik vind het altijd heel bijzonder, want op het Kronenburgerpark en dat torentje daar, daar woont iemand, hè? Weet je dat? Of tenminste, daar heeft iemand een atelier, is daar. Is dat zo? Ja, dat is zo. Dat torentje, dat is bezet door iemand en volgens mij is het iets van een naaiatelier. Ik zie mooi aan knikken. Als de luikjes openstaan, ja. dan is de schilderder, zeg maar, de kunstenaar. Ja. Kun je, tenminste, dat was een aantal jaar geleden zo, dan mag je ook gewoon de toren in. Kijk, dus iemand heeft daar gewoon wel een eigen plekje daar. En dat is wel misschien wel leuk om uit te zoeken. Maar goed, dat vind ik. Dat is natuurlijk wel echt een bijzonder iemand uit de regio. Ja, precies. Houd het in je achterhoofd. Laten we ook zeggen als je... Weet jij ook wie dat is? Nee, ik weet niet precies wie het is, maar dat is ongetwijfeld wel snel op te zoeken. Dus daar moeten we even achteraan gaan dan. Nou, gaan jullie binnenkort even koffie drinken? En mocht je thuis dus nog hele leuke tips hebben, stuur ze in naar RN7, redactie@rn7.nl, voor het nieuwe programma Bezige Bijtjes. Imke, dankjewel. Bedankt. Jij bedankt. We gaan nog even afsluiten met het liedje wat uiteindelijk de leadermuziek van het programma gaat worden. Dat is een bekend nummer van Anouk. Weet je nog welke? Of ik dan nog weet, ja. Dat was... Je hebt het al verteld, maar die ben ik even vergeten. Het was Killer Bee. Oh,
Ja, dat was het. Lekker bezig, Imke. Dankjewel, hè. Lekker bezig. Hoi, hoi. Nou, hey, dankjewel. Doei. So drink from me, drink from me. Let me show you. We're on a sail so high, so high. Let me shoot across the line.